Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij. Ik ga jullie vandaag eens even een hoogwaardige babyborn set laten zien. Dat heet in ieder geval High Value Set van Subcreation. Het is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar en dit is compatibel met de babyborn van de grootte 43 centimeter. Het is safety test, dus dat staat er dan bij dat het op veiligheid getest is. En dan zal ik eens even kijken op de achtergrond. Het is niet voor kinderen onder de 3 jaar bedoeld wegens stikkingsgevaar. Ik ga het eens even openmaken. Deze 6 verschillende dingen zitten erbij. We beginnen eens even hier. Dit zijn van die luiers. Dit zijn van die typische babyborn luiers. In het roze. Zijn eigenlijk echt gewoon als kleine luiertjes. Voorop staan is dan zo'n sticker met sterretjes en een babyborn logo erop. Daar zitten er 2 sticks van mij in. Dan hier een rammelaar. Die ziet eruit als een teddybeer met een best grote neus. En die rammelaar is best wel glanzend. Dan hebben we hier een babyflesje. Dat kun je hier dan openmaken. En daar zit dan iets te drinken in. En eens kijken of je dit ook nog open kunt maken. Ah ja, je kunt dit opendraaien. En dan kun je dan ook echt wat erin doen. Dan weer dichtdraaien en de dop erop. Het is een babyflesje voor de babyborn. Dan hebben we hier nog een keertje die teddybeer met die grote neus. En dit is zo'n clip. Die kun je dan vastmaken aan de kleding. En hieronder zit dan zo'n koord. En hier kun je het klittenband losmaken. En dan kun je de speen eraan vastmaken. Een speen zit er namelijk ook nog bij. Die kun je hier zo doortrekken. En dan plak je die vast. En als je dan vastmaakt aan de kleding van de babyborn, verliest die de speen niet. Die speen zou ik ook nog even laten zien. Hier staat er zo'n konijntje op, een schattig konijntje met een strikje op haar kop en een jurkje aan. De speen is licht roze en dat past wel goed bij het flesje. En hier zie je het dan. Zo kan de babyborn dan de speen in de mond nemen. Dan hebben we hier nog wat en ik weet niet wat het is. Ik moet eerst eens even uitpakken. Speciaal poppenvoeding. Niet geschikt voor eten. Je moet het bordje tot de markering vullen met water. Dat is 12 milliliter. En de inhoud van een zakje erdoorheen roeren. Dus het is poppenvoeding. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. 3 zakjes met poppenvoeding zitten erbij. Ja, interessant. Ja, een mooie set is dit. Heel verschillende en veelzijdige dingen zitten erbij. Zoals met deze, en ook wel leuk, met dit berenhoofdje erop. En deze hier met dit konijntje. Het is wel echt een goede aanvulling op babyborn toebehoren. Je kunt het dus gebruiken voor een babyborn met de grootte van 43 centimeter. En dan heb je allemaal leuke dingen waar je mee kunt spelen. Ook allemaal verschillende dingen. Je kunt dan dus luiers omdoen, eten geven en ze heeft dan een rammelaar mee te spelen. En ze heeft wat te drinken, een speen en een speenkoord. Dus ja, een hele geweldige set. Ik vind hem heel erg leuk. Jullie kunnen me in de reacties laten weten of jullie het ook leuk vinden. En ja, wat jullie er dus van vinden. Of jullie het echt high value, dus echt van hoge waarde vinden. Ik heb het idee dat het maakt allemaal een goede indruk. Het is ook wel stevig. Als je het thuis hebt kun je het dan misschien omschrijven of het goed is. Of er iets kapot is gegaan ondertussen. Of dat het echt kwalitatief goed is. En dan ben ik verder heel benieuwd naar deze poppenvoeding. Kennen jullie die? En vinden jullie het leuk als ik die dan in een van de volgende video's zou laten zien? En dat ik die echt met water ga aanlengen? Laat dat dan maar weten in de reacties. Ja, als je de video leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog.
En verder, bekijk ook onze andere video's. We hebben ook nog een paar dingen van Babyborn laten zien. Ook laatst nog een Babyborn jasje. En ook nog allemaal verschillende poppen. Dus als je nog op zoek bent naar een pop, naar een babypop, bekijk dan een beetje op ons kanaal. We hebben veel poppen laten zien. Ja, en verder, abonneer op ons kanaal. En dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!